woon je in Vathorst of ga je hier wonen en werk je in Leusden op de Horst, dan kan je natuurlijk ook op de fiets. Ga je mee? Meer dan ooit moeten meer mensen meer op de fiets. Het is duidelijk waarom. De ruimte voor mobiliteit ligt op de fiets. Bovendien is fietsen groen, gezond en slim. Maar hoe moet je van A naar B fietsen als je dat nog niet eerder hebt gedaan? Waar kun je parkeren? Welke innovaties zijn er? Hoe draagt dit bij aan veiligheid en vitaliteit? Wij zijn op zoek naar jouw beste fietsroute van A naar B. Welke route is slim, groen en gezond? Wil je een camera lenen? Stuur dan een mail via info@033opdefiets.nl. Deze route hebben we gefietst met een gewone fiets. Met een elektrische fiets ben je natuurlijk sneller. 033opdefiets brengt jouw ervaringen in beeld. Help je mee? Deel dan ook jouw fietservaring en deel het met 033opdefiets. Zo helpen we meer mensen meer op de fiets en leren we van elkaar. Leg je fietsfilm vast met een vaste camera op de fiets. Deze route hebben we gefietst met een gewone fiets. Met een elektrische fiets ben je natuurlijk sneller. We hebben gefietst van station Vathorst naar kantorenpark De Horst in Leusden. Dit was een rit van 7,2 kilometer en we hebben hier 27 minuten over gefietst.